Wij vroegen ons af hoe het deze zomer zou gaan met de katjeskelder. Daarom reisden we naar het park af en vroegen we de parkmanager of hij ons wat kon vertellen over de katjeskelder. Ja, de katjeskelder is een bungalowpark. Bungalowpark en camping eigenlijk. We hebben 359 bungalows, 100 campingplaatsen. Maar langzaam maar zeker beginnen toch wel, want vroeger waren hier alleen maar campingplaatsen. En langzaam maar zeker beginnen de bungalows de overhand te krijgen. Dus we zijn onderdeel van Rompot vakantieparken. Dus het zit door heel Nederland, Duitsland, zit zelfs in Frankrijk en overal. Wij zijn echt een vakantiepark, vooral voor shortbreaks. We hebben ook heel veel familievilla's van 12, 18 en 22 personen. Dus voor families, om met de hele familie en opa's, oma's, kleinkinderen eens eventjes ertussenuit te gaan. En ook groepenaccommodaties, dus voor groepen jongeren en voetbalvereniging, van alles hebben we eigenlijk hier. Dus we zijn echt een vakantiepark. En welke type bezoekers ziet u dan toch het meest? Het meest eigenlijk gezinnen met jonge kinderen. Ouderen die met pensioen zijn, dat is eigenlijk logisch, zijn de mensen met de meeste vrije tijd. Die zien wij het meest. En buiten het hoogseizoen zie je veel families met opa's, oma's, kinderen en kleinkinderen, wat ik al zei. In het seizoen dan heb je echt gewoon gezinnen met kleine kinderen. Maar ook buiten het seizoen, want die kleine kinderen hoeven vaak nog niet naar school. Dus dan zie je ook vooral door de week zie je toch veel gezinnen en oudere mensen die met pensioen zijn. En die lekker gaan genieten en fietsen in de omgeving en een keer in Oosterhout kijken. Een keer naar Drimmelen, dat soort dingen vinden ze leuk. En de kleintjes die nemen ze allemaal mee naar de Efteling. En waarom, wat denkt u dat de Katjeskelder onderscheidt van andere parken daarbij dan? De ligging, sowieso. Hier in de Vrachtelse Heide. Je ligt eigenlijk bij Breda, Oosterhout. Wat ik zeg, we hebben de Biesbos vlakbij, Beekse Bergen, Efteling. Eigenlijk hier in de omgeving is geen heel groot bungalowpark. Ik bedoel, we zijn eigenlijk een beetje de enige hier. Dan heb je Camper Venne, dat is dan van Centerparks. Dat is dan weer een heel stuk verder. Dus hier in Bourgondisch Brabant zijn wij eigenlijk wel de enige grote speler, denk ik. En een grote bungalowpark dat er is. Merkt u daarbij ook dat veel toeristen terugkomen? Veel toeristen komen wel terug. Ook kampeerders, vooral bijvoorbeeld mensen die seizoenplaats hebben of wat dan ook, die komen sowieso allemaal terug. Maar je ziet ook dat mensen die met een groep komen of die komen met een familie, die komen ook terug omdat er gewoon weinig parken zijn met van die grote familieaccommodaties. En ze vinden het dan toch prettig om met heel de familie in één bungalow te zitten. Dus dat is op zich ook wel leuk. Dan heb je 22 personen, heb je 5 of 6 badkamers en ja, heeft ieder zijn eigen slaapkamer. Je zit toch allemaal bij elkaar, dus je kunt bij elkaar eten en s'avonds tv kijken en een spelletje doen. En dat is denk ik wel iets wat mensen dan mooi vinden als ze een weekendje weg zijn met de familie. En rond hoeveel toeristen heeft u elk jaar? Elk jaar durf ik zo precies niet te zeggen, maar ik heb er, zeg maar, als we goed vol zitten, we hebben 2992 bedden. Dus 3000 toeristen en dan nog kampeerders. Daar kunnen er dan ook nog een 500 zijn. Dus momenteel zit je zo normaal gesproken aan de 2700 gasten op het park. Dus dat is best wel fors. En dan dat gaat de hele zomer eigenlijk zo door. En daarna in het weekend is het eigenlijk bijna altijd vol. En de midweken dan zit je op 70-75%. Dus dan gaat het wel weer wat terug. Maar ja, dan hebben mensen ook geen vakantie. En dan moet je het weer hebben van allerlei stichtingen en zo die ook komen. Die mensen die willen er ook een keer uit, dat soort dingen allemaal. En gezinnen met die hele kleine kinderen die niet van school vrij hoeven te vragen. Kun je misschien vertellen wat u vandaag op het park aanbiedt? Ja, vandaag hebben we toevallig een braderie. Dat is leuk. Hebben we in de zomer hebben we dat elke dinsdag. En zo doen we eigenlijk van alles. Maar je moet op zo'n park ook wat doen om gasten zeg maar tevreden te houden. En om ze leuke dingen aan te bieden. Want ze zijn op vakantie, dan willen ze leuke dingen doen. En in het weekend hebben we een zanger. Er zit het plein helemaal vol. En een zanger die echt heel interactief met het publiek bezig is. En met de kinderen. We hebben allerlei, door de week ook allerlei dingen van bingo. En lasergamen in het bos. Dat is op woensdag en zaterdag dan. Dus je biedt eigenlijk gewoon een totaal pakket aan om die gasten een fijn verblijf te laten hebben. En dat moet ook niet te eenzijdig zijn. Er moeten gewoon verschillende dingen moeten daarin voorkomen. En uiteraard Koos Konijn, dat is onze mascotte. Ja, die komt ook overal in terug met de mini-disco, de vakantiedans. En ja, dat is allemaal leuk voor de kleine kindjes natuurlijk. En de braderie is voor iedereen, voor jong en oud is dat leuk. Mensen zitten lekker op het terras. Dat is altijd gezellig. En merkt u dat er ook mensen buiten de camping langskomen? Die zijn er ook, ja. Ja, en ook op zondag bijvoorbeeld.
Een supermarkt hier is op zondag ook gewoon geopend. Dus dan komen er toch wel mensen van buitenaf. Want het is toch makkelijk dat ze nog even wat kunnen halen. En tegenwoordig is het wel zo dat er ook koopzondagen zijn bij de supermarkten. Maar toch zie je nog wel mensen van buitenaf die je broodjes komen halen of wat dan ook. Misschien vinden ze het wel gewoon gezellig om hier even langs te komen. En ze willen ook graag zwemmen, maar dat kan eigenlijk alleen buiten het hoogseizoen. Omdat het zwembad gewoon te klein is om gasten van buitenaf ook nog toe te laten. Want dat is wel met 3000 gasten en het zwembad is niet zo heel groot, dan kunnen ze toch beter naar de veranda gaan. En heeft u ook op termijn plannen om het zwembad uit te breiden? Nee, daar hebben we op het moment geen plannen voor. We hebben wel een klein beetje samenwerking met de veranda, dat gasten die hier komen, die krijgen een kleine korting op het toegang op de veranda. En op zich vinden ze dat hartstikke leuk, want ja, dan moet je wel heel veel gaan doen. Wil je hier het zwembad, dan moet er heel veel uitgebreid worden. En we hebben niet zo lang geleden een nieuw buitenbad gekregen. Dat lag eerst op een andere locatie. Nu zit het aan het binnenbad vast. Dus op zich is dat allemaal al wel netjes. Dus het is eigenlijk wel goed zoals het nu is. Behalve dat je wat onderhoud moet plegen en dat soort dingen, maar dat is logisch. Maar verder zijn er geen plannen om het zwembad uit te gaan breiden. Vooral niet met de veranda hier schuin tegenover. We hebben elke dag verschillende activiteiten voor... Wat jongere kinderen en oudere kinderen proberen ze gewoon een leuke dag te bezorgen, leuke week, leuke vakantie en daar zijn we voor. Voor de kleintjes knutselen, we hebben sowieso elke ochtend de knutselactiviteit, elke dag verschillend. We hebben sporttoernooien voor de wat oudere kinderen en de jongens onder ons natuurlijk. En kleuterpeuten, dus voor de nog kleinere, dat het allemaal voor iedereen wat wils is. Ja, ik vind het heel leuk om met verschillende kinderen te werken natuurlijk en ook verschillende activiteiten te doen. Dat je niet alleen maar hetzelfde doet en ook altijd te maken krijgt met andere kinderen. Oudere kinderen, jongere kinderen. Dat is wel hartstikke leuk. Ja, het is goed te zien of ze het leuk vinden en hoe ze het beleven. Het zijn geen korte dagen, het zijn ook geen overdreven lange dagen. Maar de animatie, ja, het loopt de hele dag door, dus je bent er wel wat aan kwijt. Ja, absoluut. Ik vind de mini-disco het leukst, maar dat komt vooral omdat de kinderen het ook het leukst vinden. Die leven dan helemaal op en dan, dat is leuk. Ja, ik ben zelf gewoon een heel erg energiek persoon en ik beweeg graag en dan ben je hier natuurlijk op je plek. En leuk met die kinderen, maar dat is ieder voor zich natuurlijk, dat moet je liggen. Heeft u interesse in een advertorial, sponsoring of een bedrijfsvideo? Neem dan contact op via video@ookvanwosterhout.nl.